tieten, ja la 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 la. Bier en tieten, ja la 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 la. Bier en tieten, ja la 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 la. En op de hele bier en tieten, bier en tieten. Hebben we er zin in? Zeker! Hebben we er zin in? Mevrouw, heeft u een idee wat hier allemaal gaande is? Ik dacht van wel, ja. U weet het? Zeer zeker. Bier en tieten, ja la 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 la. Bier en tieten, ja la la la. Je zou het aan de somtekst niet zeggen, maar dit zijn VWO-eindexamenkandidaten van het Eckhart College. Terwijl sommigen met paard en wagen of in een heuse limousine komen, komen een aantal eindexamenkandidaten in de stromende regen in een carnavalswagen van 25 meter lang en 2 verdiepingen hoog. Je slaagt maar 1 keer in je leven. En ik dacht van ja, dan, het thema is Aziatisch. En wij dachten van ja, het moet gewoon iets speciaals worden. En toen kregen wij de kans om zoiets te doen, want Jens die zit bij Hendrik Zat, die had er nog meer werk in gestoken als mij zelfs. En wij dachten van het begin af aan, toen we de kans kregen, van ja, hier gaan we gewoon voor. Ja, je moet toch origineel zijn, hè? Ik bedoel, vorig jaar was ik met vrienden van mij mee die toen examen deden met een platte kar. En toen waren we origineel, maar ik vond dat ik dat met mijn eigen gala moest overtreffen. Na enige vertraging vertrokken ze om 9 uur voor een ritje van 200 meter naar de Effenaar. What the fuck, man? Na de tocht mochten alle genodigden via de rode loper naar binnen. En in de Effenaar bleef het tot zeer laat gezellig.